Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag heb ik iets en daar word ik moe van. Ik word hier zo verschrikkelijk moe van. Namelijk, zoals jullie weten, ben ik geen fan van cursusverkopers. Nou, vandaag heb ik geen cursusverkoper, maar ik werd erop gewezen door een paar mensen die sturen mij een DM van, je moet even hierop reageren, want er is een NPO-serie gemaakt over iemand die me veel te gaaf zit te doen. Dus dacht ik, dat gaan we doen. Ik weet dus niet wat hij doet. Ik heb... Ja, geen idee eigenlijk. Ik weet dus alleen dat hij zogenaamd veel stoer zit te doen. Nou, dat is in principe prima. Daar gaan we dus nu achter komen. Ja, we gaan het zien. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ik ben gewoon rete benieuwd. Ik heb gewoon zin om er even iemand te roasten. Dus daarom gaan we laten we gaan kijken. Het programma heet dus F*** de Vakkenvuller. Het is gemaakt door de NPO. Dat haal ik sowieso al. Dat de NPO mensen aandacht geeft die, nou ja, ik heb het nog niet gezien, maar waarschijnlijk veel te gaaf aan het doen zijn. Stop lekker geld in belangrijke dingen. In Blaricum maken we kennis met 23-jarige digital nomad Preston. Oké, digital nomad Preston. Ja, ik voel het al weer een beetje in mijn water. Mensen, ik voel alweer dat ik gewoon ga cringen. Hij is een digital entrepreneur die gespecialiseerd is in het bouwen van op maat gemaakte websites, NFT launchers, online NFT launchers, en mobiele apps. NFT. Kennen we die meme nog, mensen? Dat waren van die plaatjes, een soort crypto, en die gingen dan echt. Volgens mij ging op een gegeven moment had je van die apen en die ging voor 500.000 euro. En dat is nu volgens mij echt nog 30.000 euro waard. Zo, wat alsnog. Veel te veel voor een foto van een aap. Met een maandelijkse omzet van gemiddeld 10.000 euro heeft hij een succesvolle online business opgebouwd. Oké, dus bro heeft een maandelijkse maandelijkse omzet van 10.000 euro. Omzet, hè, mensen. Het is geen winst. Stel, hij wil iemand in dienst. Wat ik me niet kan voorstellen. Maar stel, dan gaat het er dus nog vanaf. Je kan zeg maar 10.000 euro omzet maken. Maar alsnog elke maand 2.000 euro verlies maken. Als je 12.000 euro kost. Maar ik zie dat bro zit in een Ferrari. Nou, die is dus zeker niet van hem. Want die kan je nooit betalen als je maar 10.000 euro per maand omzet hebt. Wil ik bijna zeggen verdienen, maar dat is dus niet zo. Dus dit is gehuurd, maar zo'n Ferrari huren voor een dagje kost volgens mij misschien wel 1000 euro. Dan geeft hij dus 1/10 van zijn omzet uit om een dagje een Ferrari te huren. Als een echte nomade werkt hij over de hele wereld. Te gek. Waardoor hij de vrijheid heeft om naast zijn werk... Oh, nog een film in een Ferrari, oké. Hij gaat toch niet nu heel hard wegrijden in een gehuurde Ferrari? Dat gaat hij toch niet doen? Dat zou toch verschrikkelijk zijn? Laat alsjeblieft gewoon een rondje om de auto zijn. Niet dat hij nu heel hard weg gaat rijden in Dubai in een gehuurde Ferrari, alsjeblieft. Naast zijn werk te genieten van een luxe levensstijl. Maar hoe is dit gaaf? Je betaalt veel geld om een Ferrari te huren. Wat al triest is. Maar als je het dan doet voor jezelf, want je het leuk vindt om een Ferrari te rijden een keer. Oké, maar waarom maak je dan zo'n filmpje? Oh my god, inderdaad. Die Ferrari, die kan hard naar voren. Dat is het hele idee van een Ferrari. Het zou veel raarder zijn als je heel hard gas in zou drukken en zou heel langzaam gaan. Dan zou het een leuk filmpje zijn. Dit. What the fuck? Ik merk dat ik alweer helemaal gefrustreerd ga raken. Maar gelukkig zijn de vrienden van Airup. Ja. De vorige keer vertelde ik jullie over dat je nieuwe pots moest kopen. Want na 5 liter is de ultieme smaakrat. Daar heb ik wat moois voor jullie. Airup is gekomen met wat nieuws. Namelijk een abonnementsvorm op pots. Dat betekent dat je maandelijks nieuwe pots krijgt met... En dan denk je van ja, maar waarom zou ik dat doen? Want ik kan het ook gewoon zelf kopen. Als in, waarom zou ik een abonnement nemen? Nou, ten eerste is het makkelijk. Ten tweede krijg je een 15% korting. Dat is wel top. Kijk, die pots moet je sowieso kopen. En eigenlijk had Airup dit nooit hoeven doen. Maar nu krijg je ook nog eens 15% korting. Geniaal, ik snap niet waarom Airup dit doet, joh. Dus wil je nou niet elke maand weer zorgen over te maken van stiekem bij een pots vergeten te bestellen? Neem een abonnement bij Airup. En je krijgt je pots met 15% korting. Dat is een lekkere deal. Staat een link in de beschrijving, mensen. Ik ben een marketing agency gespecialiseerd in websites en webshops. Ik ben een marketing agency gespecialiseerd in websites en webshops. Sorry dat ik dit zeg, maar je bent een marketing agency gespecialiseerd in websites en webshops. En je omzet is, sorry, maar 10.000 euro. Waarom de f*** wordt er over jou een NPO-serie gemaakt? Ik denk legit dat er zoveel mensen zijn die het beter doen dan jij, maar misschien wil die allemaal niet ofzo. Het is heel divers, elke klant is anders. Hele diverse branches, restaurants, sportscholen, noem maar op. Dus dat maakt het werk ook wel heel... Hé, hey, hij heeft de website van Trobi gemaakt. Hey, shout out naar Trobi, man. Ik ben begonnen, heb ik eigenlijk een hele grote portfolio opgebouwd. Ik dacht, ik ga gewoon elk project aannemen voor elk budget. Op die manier heb ik gewoon een heel groot netwerk opgebouwd en daar heb ik eigenlijk nu profijt van. De laatste 2 jaar ben ik best wel vaak in Dubai. Ik ken heel veel Nederlandse ondernemers die... De laatste heb ik best wel vaak in Dubai. Ik word echt wel zo. Kijk, zijn verhaal is helemaal niet heel vervelend. Maar het is gewoon vervelend dat hij dan weer altijd in Dubai zit en Ferrari's huurt. Via hen kreeg ik een spoedaanvraag voor een NFT-project. Ik heb 1-2 uurtjes werken aangehad. En ik pakte iets van 12.000 euro in 2 uur tijd. Ja, dat is lekker. 12.000 euro in 2 uur tijd. Ziek. Het ding is ook, de titeltje hier ook is... Preston, 12k in 2 uur. En natuurlijk is dat lekker, maar dat slaat nergens op. Als jij 1 keer 12k verdient, want zijn gemiddelde maand is 10.000 euro omzet. Hij had hier 12k in 2 uur. Wat betekent dus dat hij de rest van de maand niks heeft verdiend. En de maand erna 8.000 euro. Dan kan je 12k in 2 al verdien je die 12k in een minuut. Dat is wel lekker op zich natuurlijk, als je 12k in een minuut verdient. Maar als je gemiddelde 10.000 per maand is, dan gaat er alsnog iets ergens niet goed. Dan heb je de rest van de maand dus helemaal geen werk gehad. En dan is het wel de vraag van oké, heb ik alle kennis die je daarvoor nodig hebt? Maar mijn mindset is gewoon fuck it, doe het gewoon.
Oké, doe het gewoon. Mindset. Vandaag gaat er ook een nieuwe website online. Dat is een project dat is vorig jaar september al begonnen. Zo. En nu is het eindelijk zover dat, dat die website de lucht in gaat. Dus ik heb daar een afspraak met de marketingmanager. En dan posten we er even op. Maar eerst nog even langs een opdrachtgever voor een brainstorm sessie. Brainstorm sessie, tuurlijk. Even langs een opdrachtgever voor een kleine brainstorm sessie. Yes. Vanaf de basisschool was ik eigenlijk gewoon echt een standaard jongen die alleen maar aan het buitenspelen was. Dus okay. Ik was eigenlijk nooit echt bezig met werk. Ik vind het dus heel fattig dat er een soort docu wordt gemaakt over hem. Ik snap het gewoon niet, maar goed, dat zou wel aan mij liggen. Ik had een bijbaantje in de horeca toen ik 15, 16 was. Ho! Ho eens even! Meneertje rijdt 122! Ho ho! Zie je eruit alsof het 7 uur 's avonds is? Dat lijkt er niet op, hè? Nee! Nee, ik hoop voor jou dat de scooter niet meekijkt, anders heb je een groot probleem, jongen. Dan denk je daarvan. Ik zie mezelf eigenlijk niet meer in loondienst gaan. Oh. Dat ik nu gewoon zo gewend ben aan die flexibiliteit. Ik doe projecten voor hele diverse opdrachtgevers. Opdrachtgevers, niet opdrachtgevers. Opdrachtgevers. Ik haal zelf mijn eigen koers. Ja, hè? Kijk eens. Hoe is het? Goed, met jou? Ook goed, ook goed. Ik wil samen de prijzen kopen. Ja, ik heb met hem een andere deal gemaakt. Je krijgt een privévliegtuig. Dat is echt zo, ja. Hij zei, joh, maak even een mooie prijsje, dan kan ik een keer wat leuks regelen voor je. Ik zeg, joh, weet je, ik stuur geen factuur, ja. Maar dan wil ik een keer zo'n privéjet naar Ibiza of zo. Dat zijn de betere prijzen. Ja. Dus bro stuurt geen factuur, maar dan kan hij wel een privéjet. Oké, nou ja, dat is zijn eigen keuze natuurlijk. Ja, prima toch? Ja, vet. Het is eigenlijk een soort webshop wat er gebouwd moet worden. Dus je hebt eigenlijk hier gewoon de foto's van de verschillende boxen. Ja. En op het moment dat jij op zo'n box klikt, dan krijg je per box krijg je eigenlijk de opties. Oké. Wauw. Wat een bizarre website. De basis is gewoon een webshop eigenlijk. Je krijgt alleen wat in de checkout, krijg je wat andere gegevens zoals vluchtnummer, tijden, datum enzovoort. Ik denk dat online nu belangrijker is. Kijk, als jij bijvoorbeeld een kledingwinkel hebt, dan is het denk ik belangrijk om eerst je webshop in orde te hebben en dan eigenlijk pas een winkel te hebben. Grotendeels gebeurt online. En zo is dat eigenlijk bij elke branche. Hey, thanks. Ziek. Ga je zien? Wat een zieke meeting, ouwe. Holy f***, wat een meeting heb ik even naar gekeken. Misschien wel de ziekste meeting uit mijn leven. Mijn dagen zien eigenlijk vaak wel zo uit. De laatste tijd best wel veel meetings buiten de deuren ook. Okay. Maar je bent natuurlijk niet echt aan het werk. Dus dan merk ik gewoon dat ik eigenlijk al 's avonds echt ga werken. Ik denk dat meetings misschien het allerstomste ooit. Ik haat meetings. Meetings. Wat een meme is dat, jongen. Stuur gewoon een e-mail. Yeah. Oh. We gaan nu even snel langs de Gal en Gal. Een flesje champagne halen, want de nieuwe site gaat natuurlijk online. Kijk, ja, eens even een mooie fles gehad. Dat is altijd even een feestelijk momentje, ook voor de klant zelf. Dus dan kunnen we daarvoor proosten. Toen ik 22 was, heb ik een huis kunnen kopen. Dat is ook niet iets wat ik heb kunnen bereiken. Dat je een huis kunnen kopen? Man, waar zit deze vent? Waar woont hij? Wonen zijn ouders? Blarikum. Nou, no way dat je met 10.000 euro omzet een huis kan kopen. Het kan de ene maand heel erg hoog zijn, de andere maand kan het ook lager zijn. Nou, als ik kijk naar mijn omzet van afgelopen jaar, ja, laten we zeggen rond de 10.000 euro omzet per maand. Hij zegt wel zelf omzet. Hij zegt niet 10.000 euro per maand. Hij zegt wel 10.000 euro omzet. Oké, hij weet dus zelf ook wel dat omzet niet winst is. Dat is fijn. Dat is een goed begin. Uitstekend begin. Ik denk dat het gewoon voor mij belangrijk is dat ik financieel onafhankelijk ben. En tot ik, als ik wil naar het buitenland kan gaan, dat ik lekker uit eten kan. Als dat soort dingen gewoon kunnen in het dagelijks leven, dan is dat eigenlijk voor mij al genoeg om van te kunnen genieten. Kijk, hey, hoe is het? Ja, goed, met jou? Het was een redesign van de huidige website. Het is gewoon in een nieuw jasje gestoken en uiteindelijk weer een mooie nieuwe website afgeleverd. De uitdaging staat ook voor ons. Hoe laat je de verschillende diensten zien, hè? Aan degene die op je website komt, dat je niet alleen elektronica doet, niet alleen medisch bezorgd, maar dat je alles kan aanbieden. Ja. En ik denk dat het goed gelukt is. Ik heb ook even een fles champagne mee. Je komt op de factuur. Oh, hij heeft een fles champagne meegenomen. Ja, hij zag het nog niet. Hij kwam er alleen maar binnenlopen. Ik heb hem nog niet betaald. Ja, dat is gewoon de kleine factuur. De factuur, Ik denk als je nog heel jong bent, dat is eigenlijk het perfecte. Hebben ze even uitgeknipt dat hij gedronken heeft natuurlijk uit de champagnefles. Want hij moet daarna nog de auto in. En dat is natuurlijk echt mega onverantwoord als NPO zijnde om dat te filmen. Dus daarom zie je niet dat ze champagne drinken. Ik denk, zeg het alvast tegen jullie, dan snappen jullie dat. Dit ziet er wel gezellig uit trouwens. Wat een troosteloos shot zeg. Ja, we hebben nu een meeting met een klant van mij. Die we de catering gaan doen voor private jet vluchten. Okay. We zijn hier nu om een fotoshoot te gaan doen. Ik ga natuurlijk de nieuwe website ontwerpen en bouwen. En daar is natuurlijk ook mooie content voor nodig. Dus we gaan foto's schieten. We gaan misschien een videootje maken. En dat kunnen we dan gebruiken voor de website. Normaal gesproken verstuur ik natuurlijk een factuur achteraf van het project. In dit geval heb ik eigenlijk met hem een deal gesloten dat ik een keer mee ga vliegen in een private jet. Dat is gewoon voor mij een droom die uitkomt. Ja, voor mij... Ah, nou, als voor hem een droom is, dan shout naar jou, dan moet je dat zeker doen. Eens. Toch mensen? Eens.
Ik ben sowieso ook wel een familie. Wow, ik dacht even dat ik Boyd Hoek zag staan. Dat zie je dat ook? Emails de? Ik heb eigenlijk twee soorten inkomsten. De ene is naar facturen die de deur uit gaan als ik een website heb gebouwd. Okay. Maar een andere hele belangrijke cashflow voor mij is de onderhoudsabonnementen. En dat is eigenlijk... Onderhoudsabonnement, het is zo'n scam. Bedrag wat elke maand gewoon binnenkomt. Ik beheer op dit moment meer dan 100 websites. Daarom is het zo'n scam. Hij beheert in zijn eentje meer dan 100 websites. Maar dat kan hij in zijn eentje niet, maar komt dat je nooit onderhoud hebt aan zo'n ding. En als je een keer onderhoud hebt, kan je het beter losbetalen, want dat is veel goedkoper dan zo'n onderhoudsding. Voordat de digital nomad en website developer Preston nog wat werk afmaakt in de luxe hotel lounge in Amsterdam, trakteert hij zichzelf. Luxe hotel lounge, was dat dan ook degene die we net zagen? Deze? Was dat deze? De luxe hotel... ik weet niet hoor, ik weet niet. Eerst op een designertas. Even een designertas kopen. Want ja, weet je, voor nu toch een film, dan maar even een designertas kopen. Kost 2000 euro, bro maakt 10.000 euro omzet per maand. Koop even een designertas, 2000 euro, prima. Yeah. Aha, dat is een mooie tas. Wat een lelijke tas. Ouwe. Yes, nou gefeliciteerd man met je te gekke tas. Tof. Heb je hard voor gewerkt, neef? Onthoud dat, hè, onthoud dat. Ik werk eigenlijk overal en nergens, ja. Het is net waar ik moet zijn, weet je wel. Ik heb best wel vaak overdag afspraken. Dus dan, dat kan in Amsterdam zijn, in Utrecht, in Arnhem, overal. Die Louis Vuitton tas ernaast. Ik ga over 2 weken ga ik naar Bali. Dus dat... Nee, dat meen je niet. Nou, dat had ik dus echt niet verwacht. Maar hij gaat dus naar Bali. Nou, dat vind ik bizar. Nou, Preston, heel veel plezier in Bali. Op Bali, sorry. Laptopje gaat mee en we gaan ook lekker vanuit daar werken. Tuurlijk, lekker werken. Kijk jongens, we zijn weer in het luxe Bali. Je kan doen alsof je helemaal de man bent als je 300 euro hebt. Heerlijk. Zullen we even een foto van zijn villa? Yo. Ik zit momenteel op Bali. Ja, lekker hoor. Hoppakee. Villa met uitzicht. Heerlijk. Heel veel meetings zijn natuurlijk online. Nice. Ik heb hier wel goed contact met klanten. Ik heb alleen mijn laptop nodig om te kunnen werken. Dus het is wel gewoon een levensstijl die ik me kan permitteren, zeg maar, om gewoon in het buitenland te gaan zitten. Een laser die ik kan permitteren. Bali is 3 keer zo goedkoop als Nederland. 3 keer? 5 keer. Een laser die ik me kan permitteren. Waar heb je het over, vriend? Als je in Nederland boodschappen gaat doen, dan kan je daar maanden van eten. Als je ergens goed in bent, als je iets leuk vindt om iets te gaan ondernemen, dan zou ik het vooral gewoon doen. Als je het niet probeert, dan lukt het nooit. Je gaat misschien 3 of 4 keer op je bek. Dat hoort erbij. Maar degenen die gewoon iedere keer weer gaan opstaan, dat zijn vaak degenen die ook succesvol worden. Oh my god. Hoeveel was dat? 2528? Of wat is het dan? Oh nee, 2,5 miljoen. Wauw. 149 euro. Ja, dat is wel waar om te filmen, zeg. Ziek gespend, 149 euro. Als je met z'n vieren naar Loetje gaat, betaal je dat ook misschien wel meer. Zeker meer, trouwens. Nou goed, mijn hersenen brokkelen af. Ik wil je bedanken voor het kijken, voor het leuk doen. Duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer later. Man, wat een levensstijl. Had ik het maar.